Hello everyone, welcome to another video. Alright, so, this video is kind of an important video, but I just want to say that today, on the 25th of June, is my birthday. Now, for those of you who don't know, or who are wondering how old I am, today, I am 16 years old. It's kind of interesting when you think about it, but yeah, I'm 16 years old. Okay, so, obviously, I can't go to some restaurant or to some place in real life to meet my friends to celebrate my birthday or anything like that. I couldn't meet my friends or go to my friends in real life, so I'm gonna have to do the next best thing. I'm gonna have to say hello to my friends and or meet my friends on Zoom. So yeah, enjoy the video. Hoi! Hey! Hallo! Gelukkig met je vier. Hoe gaan het? We gaan rijden. Is dit quarantijn lekker? Vervelend. Oh, was mijn profiel op ik? Oh, wanneer? Mijn camera. Hoi! Het is een beetje donker, sorry. Excuse? Nee, dat is goed. Dat is fijn. Oké. Hoe is die lekker quarantijn? Is alles stil bij jullie kant? Wel, ik zal niet erg zeggen, stil niet ons ouwens zelf een beetje bezig met andere thuis. Dus waar was jullie manier om bezig te houden? Wat betekent, speel ik een beetje rekenaarspelletjes, of zo een beetje naar McDonald's toe. Ik maak ook zo'n video's per keer. Hey, ga je uit? Hoi. 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 Dank je. Hi, hello. Hallo Tane. Hallo, gaan we met jullie? Goed, dank je. Wat heb jullie gedaan in de quarantaine-tijd? Ik heb mijn oma veranderd en ik begin nu zo'n embroidery te doen. En ja, zo, so, ik verander nu lekker naar oma. Blij maar warm in die winter. Wow, oké. Okay. Ja, wat want de mensen begin later gewoon te raken, dan krijg je een manier om iets te doen. Dat jy uitkrap wat jy nooit gedoen het nie. Ja, ek het begin, ons het vandag probeer een short broek maak, want jy besef ons oor is winter, hoe kan maak ons kleren, maak ons shorts in die winter. Maar met is so verveel toe, nog alle arts en crafts. Ja, nee, wat, want ek denk jy gaan gauw terug school toe nie, of is nog lang voordat jy terug school toe, so. Dus gaan, dan kan jullie party hou. Oké. Okay. Oké, okay, bye-bye hoor. Oké, okay, bye-bye. Lekker aans jullie. Bye-bye hoor. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Bye. Dank je wel. Zie, ik kan wel lekker praten. Ik zie jij lekker ballonnen en goed is opgezet. Ja. Ja. Hoeveel oud is je nou? Ik 16 jaar oud nu. Heel geluk. Jy kan wel lekker helium suig. Ja, ek kon. Hoe gaan onze dag so ver? Ek was laat in my Engelse werk, so ek het die heel dag te doen en toe stuur ek het in. Oké. Wat jy die heel dag gedoen vir jou verjaarsdag? Ek is een bykie lekker kos vandag geëet en toe ek en my ma en my stiefpa het na McDonald's toe gegaan. Toe het ons een bykie draakje gereed, toe het ons een bykie koek vir myself gekry. Lekker! Anders, hoe voel dat om my 16 te wees? Voel me graag, het is so ver anderste as om 15 te wees nie. Hallo Megan! Hallo! Hoe is jouw camera af? Oh, ik weet niet, wacht. Oh, dat is zoals Megan. Hoi Megan! Oh, dat is je weer af. Hoi Megan! Oh, gaat Megan weer. Hoi François, jy is onderste boe. Ik weet, ik kan niet mijn camera like, opzetten, dus so, nou. So before this video continues, I just want to say that this dude is my best friend, Glitch Creature. I'm not going to say his real name in real life just yet, because like I'm not sure if he like really wants that just yet, but yeah, this is my best friend, Glitch Creature. That's too bad. Yeah, happy birthday, Anis. Thank you. Anis, wat jij alles al vandaag te ver gedaan op je verjaarsdag? Ja, niet veel te doen. Ik heb een beetje lekker kost gegeten. Toen heb ik
my ma en my stiefpa het 'n bietjie draaitjie gery in 'n bietjie McDonald's. Toen was net 'n bietjie draaitjie gery. Klop, dis lekker. Apart van my ma se vriende het ook soos, of nie soos baie nie, maar apart van my ma se vriende het soos huis toe na my huis toe gekom en lekker gaan te gee. So Jana, hoe gaan dit met jou? Moes, praat jy met my? Wel, baie lekker dankie. Ek is lekker verveeld en goeder. So, ek hou my man besig met arts en crafts en goeieties. So, Sies toch? Ek hoef die Hannes. Okay. So ek op Instagram gegaan en soos na 'n bietjie memes gekyk. Toe het ek soos 'n joke gesien wat sê, so daar was soos 'n random cartoon printer oor twee mense. Een was gelabeld as 2020 en een was gelabeld as 2012. En ek dink die meme het gegaan soos hoe mense het gedink het dat die wêreld sou eindig het in 2012. En soos in die meme, soos een cartoon ookie, soos 'n slaan vir hom op die kop. Dan is dit soos 'n tekst wat sê dat 2020 sê vir 2012, see, that is how you do apocalypse. Want soos... Ja, ek verstaan het jou. Ja. Ah, oké. Okay. Ek het gehad, Anders. Dankie. Kom maar hier middag. Wat doen Frans, hoor? Wat doen jy? Sit, hoekom? Maar wat kyk jy? Frans, jy leid. Die camera is die kant. Ek kan sien nie die kant. Wacht. Daar, ek kan screen, daar is kans die camera, so dan moet ek nou hier so kyk, en ja, ek, ja. Misschien kan ek... Vond jy het soos, vond jy het soos, like, asof hy soos stil gesit het, en dink aan sy kop, what is the meaning of life? Is hierdie beter? Ek weet rettig nie, gaan kans. Nee, maar nie waar nie, ek het echt geworden, soos hoe kan kyk jy so? Because vond jy het nou die losing his mind. Oh, Hannes, rettig? Ja. Het jou oorbal gekraai? Kies? Het jou oorbal gekraai? Nee, het is eeplos. Ek nou dat. Oh. Ja. Sals ek. Ek nie red ek die nuut. Ek wil dat net sê, wauw. Ek wil... Ek doe allemaal bedoel, ek doe like... Een oorbal, ja. Ja, Franswa het jou kriel gelos en toe begin hy oorbal kraai. En hy gaan tattoos kraai. Hey, jy gaan soos jy vraai die, wat's a Disney star, child actors wees, wat volgt the role. Ew. Okay. Wat is volgt the role, gaan after the contract gefinishes. Ew. Maar wanneer gaan... Megan misschien so doen, maar ja. Wanneer gaan jy nou weer iets op jou channel post? Jy het lang pas iets gehoor. Ja, ek sik al met my video's om die video maak nou, kom YouTube meer strik nou. Maar ja, ek weet nie, gaan kyk wat jy hier doen. Maar jy doe nie iets gebeur nie. Ek weet nie so lang, sorry. Is so boring, is ook iets nie film nie, maar ja. Hey, excuse me, yeah. So break up the conversation. Ek wil net sê dat oor 'n paar sekondes die meeting gaan eindig. So ek wil net sê, baie dankie almal dat julle na my Zoom meeting birthday party kom het. And I just want to say, I hope we all stay friends. Oh, lekker vir jaar. Doen dit weer volgende jaar. Ja. Hopelijk het ons dus een plek voor ons kan. Ja, oké. Okay. Ons voor oor die plek aan. Bye. Ja, bye. Jammer, bye. Happy birthday. Bye. Is het... Hoi. Wat is het? Ik dacht dat die meeting gaat nou eindig. En dit is nou 7:30 p.m. Misschien het ek soos iewers geklik wat die ding langer gemaakt het. Wanneer gaan eindig? Meeting no longer has a time limit. Ons kan nie heel lang praat, Boeta. Lekker! Ja. Nee, is fijn. Jy het seker plekke, of jy wil seker saam jou familie gaan koek eet en goeder. So, ek gaan lief. My ma het my nou geroep. So, lekker aand, praat. So, ek ben gaan sommer nou een stukje koek eet, en ek moet sê, pas sinds gehad. Stukkie koek.
Hier vir my ook een stikkie koek in een lakkie pakket. Jesus, langs.